Jongen, hij komt uit het zand, klapt zijn bek dicht, bam! Voor de komende periode in de spotlights, de zeeduivel. Ja, als we een beetje wat nader gaan bekijken, dan zien we een gigantische grote bek natuurlijk. De tanden die schuin in de kaak zijn geplaatst. En die tanden die gaan wel naar binnen toe, maar kunnen niet meer terugklappen. En het is natuurlijk een roofvis. Hij graaft zich in onder het zand. Dan gaat hij met zijn hengel en aan die hengel, het lijkt wel een soort visje wat erop zit, gaat hij met die hengel heen en weer. Komt een klein visje aan en die denkt, it's my lucky day. Ja, no way. Jongen, hij komt uit het zand, klapt zijn bek dicht, bam! En heeft het beest meteen te pakken. Zet zich weer lekker onder in het zand en wacht op het volgende slachtoffer. Ja, hij wordt internationaal ook wel bekend onder de naam monkvis of onder de naam lotte. Hij komt voor in de Middellandse Zee, bij Marokko, tot aan de Noord-Atlantische Oceaan. Dan trekt hij langs Portugal door het kanaal heen naar Noorwegen en naar IJsland. Ze kunnen wel 2 meter lang worden met een gewicht van 60 kilo. Hij wordt op een duurzame manier gevangen met een longlijn of met een staandwand. En daarom is deze zeeduivel ook duurzaam. De hamvis die plant zich voort in de maanden april en mei. Dus het beste tijdstip eigenlijk om hem te consumeren is vanaf juni tot en met maart. Ja, en dan is culinairs gezien. Als je nou een hele zeeduivel weet te bemachtigen, let op hè. 60% bestaat al van dit beest alleen al uit zijn kop. Dus gooi die kop niet weg, want ook hier hè, dat zijn zijn wangen. En, wat dacht dan aan de andere kant? Maar normaal gesproken heeft hier ook zijn lever zitten. Hè? En een hamvislever. Top! Zo heet hij een zeeduivel. En zonder kop heet het weer de hamvis. Dan een tip van de kenner. Als je hem gaat fileren, dan krijg je natuurlijk een hele mooie witte, roomkleurige filets krijg je eruit. De vel, die kan je zo met de hand eraf trekken. Maar dan blijft er nog een vliesje zitten op de filet zelf. Die moet je echt met de hand wegfileren. Dus dubbel vliezen. Beste chefs, nou ja, ik zou zeggen, voor de komende periode natuurlijk weer enorm veel kookplezier toegewenst met de zeeduivel.